op het moment dat ik in het revalidatiecentrum terecht kwam, zag het er naar uit dat ik in een verpleeghuis setting terecht zou komen. En mijn hele wereld stortte eigenlijk in. Ik was daarvoor altijd topsporter geweest en dan opeens van topsporter naar een verpleeghuis setting, dat is nogal een overgang. En toen dook focus eigenlijk op. Wat een heleboel veranderde, maar ook weer niet. Want daardoor kon ik toch mijn onafhankelijkheid voortzetten. En vanwege mijn veranderde situatie heb ik toen ook gekozen om me te laten omscholen. En die studie heb ik ook kunnen voortzetten eigenlijk dankzij focus. Hè, de hulp die ik nodig had bij de studie of dingen die met de studie te maken hadden, dat kon ook dankzij focus. In een verpleeghuissetting was het gewoon onmogelijk geweest om zo ver te komen als waar ik nu ben. Op het moment dat focus verdwijnt in de vorm zoals die nu is, dan heeft dat voor mij hele grote consequenties. Want het zou betekenen dat ik alsnog moet verhuizen naar een verpleeghuis. Of in ieder geval in een verpleeghuissetting terechtkom. En ook dat heeft weer grote consequenties. Want dat zou ook betekenen dat ik wel kan stoppen met werken. Mijn sociale leven is onmogelijk op de manier zoals die nu is. Het zou ook betekenen dat ik de hobby's die ik heb niet meer kan uitvoeren. Want ja, je bent gewoon afhankelijk van de beschikbaarheid in een verpleeghuis. En heel veel dingen die wegvallen maken wel dat ik een leuk leven heb. En dat leven wordt heel wat minder leuk op het moment dat ik dus in een verpleeghuissetting terechtkom.